Goed niet. Fijn zomer gehad? Jawel, zeker. Zeker. Heerlijk vakantie gehad. Lekker vakantie. Waar ben je naartoe geweest? Alleen naar Engeland, naar de familie. Ja. Maar vandaag ben je in de bak geweest. Hoe gaat het nu? Ja, gaat goed. Het is weer heerlijk om te beginnen. Ja, je kijkt natuurlijk gewoon weer uit dat je 2 weken rust hebt gehad om gewoon weer te voetballen. En ja, het is eindelijk weer zover. Mooi. Vijf nieuwe jongens hebben in de ploeg zitten. Hoe heb je de eerste indruk gemaakt met ze? Ja, goede indruk. Het zijn goede jongens. Jongens die hard willen werken. Ja, gewoon aardige jongens. Dus goede eerste indruk. Ja, super. Gelijk heel hard werken. Hij maakt geen grapjes. Het is gelijk vanaf minuut 1 is het keihard trainen. Maar dat wist ik van tevoren. Maar het is toch wel even aanpoten. Bevalt dan wel? Ja, het bevalt zeker. Mooi stadion, goed veld, leuke gasten. Dus ik heb er zin in. Mooi zo. Hoe kwam de interesse van Roda aan jou? Eigenlijk wist ik na het seizoen nog niet zo heel veel van Roda. Ik was op vakantie. En toen kreeg ik een belletje van de coach. Van, hey, hoe is het? Weet je wie ik ben? En heb je interesse in dit verhaal? En zo zijn we waren allebei op vakantie. Hebben een beetje contact met elkaar gehad. En eigenlijk zijn we binnen 4-5 dagen ook tot een akkoord gekomen. Dus ik heb hem vandaag pas voor het eerst ontmoet eigenlijk. Hoe was jouw zomer? Was prima. Vakantie gehad. Dus we zijn er weer klaar voor. Ik hoorde net van Thomas dat jij met hem, terwijl je ook vakantie was, contact hebt gehad. Hoe ging dat een beetje? Ja, dat klopt. Vaak gebeld. Nog een videocall ingepland. En nou ja, goed. De mogelijkheden zijn daar om het zo te doen. Dus die laten we niet onbenut. Heb je dan wel echt vakantiegevoel gehad? Nee, ik heb wel vakantiegevoel gehad. Ik heb veel gewerkt. Maar dat hoort er een beetje bij. Hoe is het op het veld staan nu? Nou ja, heel blij. Weet je, uiteindelijk heb je er altijd zin in. Hoe dichterbij het komt. Als je dan vanochtend zo'n veldje ziet. Dan heb je wel weer zin om te trainen. En nou ja, het spat er ook vanaf. Het ligt ook lekker bij, moet ik zeggen. Geweldig, dus we hebben een nieuwe grasmeester, Fred Thomassen, en die heeft geweldig werk geleverd. Was je regen toch ook ergens goed voor? Ja, zeker. Nee, dit weer dat kan niet beter, hè, voor de grasmat. Dus laten we het nu vooral zonnig houden en dan sproeien we wel bij. Ja. We hebben vandaag een nieuwe assistent gehad, Henkens heet hij. Wat is het precies van het type trainer? Ja, dat is nog afwachten, hè, wat voor type trainer het is. Hij is net klaar bij Lommel als speler, heel ambitieus als trainer. Ik ken hem vanuit België en het is een bijzondere, betrouwbare, goede gozer. Waar wij in ieder geval een boel plezier mee kunnen hebben. En dat is voor mij heel belangrijk, hè, dat we een jaar lang intensief 6 dagen in de week met elkaar werken. Dat je goed met elkaar kan opschieten. En daarnaast ken ik hem als een iemand die goed over het spel kan nadenken, tactisch goed is. Enorm bevlogen was als speler, een leiderfiguur was. En die graag wil ontdekken waar zijn trainerscarrière toe kan leiden. En die kans krijgt hij bij ons. Hoe is de kennismaking met de groep nu voor de verder rest? Ja, goed. We hebben allemaal samen gegeten vanochtend. We hebben in de kleedkamer een beetje praatje. We hebben natuurlijk Duitse gasten. We hebben ook andere talen in de kleedkamer. Dus dat is even een beetje passen en meten. Maar dat gaat sowieso goed komen. Het lijken leuke gasten. Dus, ja. Eén iemand ken je denk ik heel goed. Dat is Jay Cruijver. Daar kwam je samen met Telstra even over. Wist je van elkaar dat je naar Roda zouden gaan? Toevallig zaten we op dezelfde locatie op vakantie. Dus toen hebben we een keertje samen wat gegeten. Toen hebben we elkaar ook allebei verteld van... we zijn met Roda in gesprek en hij was toen al wat verder dan dat ik was. En we zijn hier ook samen gekomen vandaag, want we wonen allebei een beetje in dezelfde streek. Dus ja, we gaan dit af en toe wel ook wel een klein beetje samen aan. Zo. Geeft het ook misschien een extra fijn thuisgevoel meteen? Ja, het is toch altijd fijn dat je iemand hebt waarvan je weet van hey, daar kan ik altijd terecht en daar klik je goed mee. Maar ik heb het na 1 dag al gezien, daar komt wel goed met al die gasten. Hoor. Een nieuw seizoen, nieuwe jongens en we moeten er weer volle bak voor gaan, net als vorig jaar. Mooi. En dat zie je ook wel goed tegemoet. Ja, zeker, zeker. Ja, waarom niet, weet je. Het is weer een nieuw seizoen. En dus ga je gewoon weer vanaf nul en dan moet je gewoon vol tegenaan. We hebben natuurlijk nog een groot deel van de groep van vorig jaar. Die ook weten hoe we graag met elkaar om willen gaan. Dus ik verwacht dat de integratie van nieuwe jongens vrij soepel verloopt. Ja, de dynamiek zal nog wel hetzelfde zijn, denk ik, in de groep ook. Ja, dat zal altijd veranderen, hè, want niemand is hetzelfde. En de jongens die weggegaan zijn, die kunnen we niet 1 op 1 vervangen. Er komen andere karakters voor terug. Maar in ieder geval goede gasten.